Dames en heren, de Tweede Kamer is met reces, kan ik u mededelen. Ze hebben gisteren nog tot na middernacht vergaderd. Mijn collega Fred Teven, die tot het laatst is gebleven, had vanochtend ook al behoefte aan een extra kopje koffie bij de start van de ministerraad. De Eerste Kamer en het kabinet gaan nog een week door. De Eerste Kamer zal volgende week nog een aantal... zal volgende week nog een aantal belangrijke wetsvoorstellen behandelen. Dat zijn wetsvoorstellen die voortvloeien uit het begrotingsakkoord. Wij hebben volgende week ook nog een ministerraad en een rijksministerraad. Ik heb alle premiers van het Koninkrijk uitgenodigd, dus de drie collega's, om daarbij te zijn. Zodat we ook eens een keer heel goed kunnen spreken over een aantal onderwerpen die het Koninkrijk als geheel aangaan. En dan in zonderheid kwesties rondom begroting en een aantal juridische vragen. Vandaag in de ministerraad de nodige besluiten genomen. Ik wil er een paar toelichten. Er is gesproken over het wetsvoorstel herziening toezicht op de advocatuur. Advocaten hebben binnen onze rechtsorde een bijzondere positie. En daarom wordt gecontroleerd of zij hun voorschriften ook echt goed naleven. Geen misbruik maken van hun privileges. En deze controle voldoet op dit moment niet meer aan de eisen van de tijd. En met het wetsvoorstel wat nu klaar is, wordt dit een en ander aangescherpt. En advocaten die zich niet aan de regels houden, worden tuchtrechtelijk hard aangepakt. Tweede wetsvoorstel wat vandaag is behandeld en wordt doorgezonden, is het wetsvoorstel adolescenten strafrecht. En dit wetsvoorstel past in de ontwikkelingen die we de laatste jaren met elkaar in gang hebben gezet om Nederland veiliger te maken. De pakkans verhogen, sneller en in veel gevallen ook strenger straffen. Snellere procedures, zodat er minder tijd zit tussen een delict en een straf. Afgelopen week heb ik tijdens een werkbezoek in Amsterdam gezien hoe het gaat. De top 600, de veelplegers aanpakken in Amsterdam, zeer succesvol. Inmiddels is het aantal overvallen in Amsterdam met een kwart teruggelopen. 30 organisaties werken samen. Ik was daar te gast van een van de 10 interventieteams, een team in de Bijlmer, waar 60 van deze 600 figuren de bijzondere aandacht van de politie hebben. En er werken dan 8 agenten en collega's zeer gericht om dat probleem op te lossen. En dus niet zoals vroeger, we gaat een overtreding en dan gaan we die persoon om die reden vervolgen. Nee, we hebben die persoon in beeld en als die overtredingen begaat is dat reden om natuurlijk weer opnieuw bijzondere aandacht te hebben. Maar we hebben de hele persoon in beeld, niet alleen de persoon, ook de familie, ook de broertjes en zusjes. En het blijkt te werken. Dus echt een succesvolle aanpak van Ebert van der Laan en zijn team. En in dat kader past ook dit adolescentenstrafrecht, want dat richt zich in het bijzonder op een samenhangend sanctiepakket voor de groep tussen de 15 en 23 jaar. Dan de mediawet. Daarmee geven we uitvoering aan het regeerakkoord. We willen naar een eenvoudiger publiek omroepbestel. Vanaf 2016 bestaat dat uit maximaal 8 omroepen, waarvan 6 op basis van leden. En daardoor kan de uitvoering van de taak van de omroep eenvoudiger worden en kunnen veel kostbare kosten worden voorkomen. En dat leidt dus ook tot een forse besparing. Tot slot, vandaag wil ik met u stilstaan bij het ons vanochtend bereikte treurige nieuws van het overlijden van oud-dichter des Vaderlands Gerrit Komrij. Een grootschrijver. Zijn werk werd bewonderd en mag ik zeggen zijn kritieken werden bevreesd en waren bevreesd. Voor velen, ook voor mij, vormde hij de eerste kennismaking met de poëzie. Want wie is er niet opgegroeid met zijn prachtige bloemlezingen van de Nederlandse poëzie die door zijn hele loopbaan zijn bijgewerkt en uiteindelijk 2 zeer kloeke delen omvat waarin de hele Nederlandse poëzie vanaf de zeer vroege tijd, 12e, 13e eeuw, tot en met het heden op een prachtige wijze is vertegenwoordigd. Los uiteraard van zijn eigen gedichten en zijn eigen andere werken.